Steeds meer besmettingen vinden plaats door feestjes. De GGD in Noord- en Oost-Gelderland trekt aan de bel. Goedenavond en verder. Overgebleven vaccins niet weggooien, maar aanbieden. Dat willen de bedenkers van prullenbakvaccins.nl. Waar het bij ons om gaat is om echt die spillage, die flacon die al opengemaakt is, ja, die kan niet meer terug. Dat verdwijnt in de prullenbak. 02 is in de buurt. En handhavers die slaan de handen ineen tegen overtredingen in het buitengebied. Coronabesmettingen verspreiden zich de laatste tijd steeds vaker door feestjes. De GGD Noord- en Oost-Gelderland spreekt zelfs van een trend en waarschuwt dat we ons aan de regels moeten blijven houden, ondanks de versoepelingen. Wat je ziet is dat er feesten zijn met besmettingen en dat er een toename is. En dat is iets waarvoor we als GGD wel alertheid willen vragen. Let goed op, we zijn nog steeds niet voorbij de derde golf. Ik bel in verband met de coronatest die u recentelijk heeft afgenomen. Lisa van den Assem doet voor de GGD Noord- en Oost-Gelderland bron- en contactonderzoek. Ja, hoe gaat het met u? Mensen raken het vaakst besmet in eigen huis, op school of op het werk. Ja, toch wel flink ziek. Maar zij merkt dat besmetting door feesten de laatste tijd bezig is aan een flinke opmars. Van een huisfeestje tot aan bijvoorbeeld een slaapfeestje of mensen die met de familie, dus met 3 generaties, bijvoorbeeld op vakantie gaan. Nou, dan gaan mensen zijn. Dan gaan ze dicht bij elkaar zitten. Gaan ze drinken. Gaan ze eten met elkaar. En het is heel logisch dat als het weer beter wordt en je langer bij elkaar zit, dat op het einde van de avond die 1,5 meter afstand houden best moeilijk is. En juist daar schuilt het gevaar al, dus de GGD. We moeten ons nog steeds aan de regels houden om het virus geen kans te geven. Ik denk dat veel mensen meer bij zichzelf kijken van, ah, maar met die persoon kan wel, dat valt wel mee. En dan misschien niet nadenken van, oh ja, ik ga de volgende dag wel naar kantoor bijvoorbeeld. Aan de ene kant begrijp ik het verlangen om weer bij elkaar te zijn. En aan de andere kant is het gewoon zaak dat we het virus niet de kans geven om verder te verspreiden. Dan wens ik u heel veel sterkte in quarantaine. En ja, hopelijk voelt u zich snel beter, hè? Wetenschap. Huisartsen en instellingen die vaccins over hebben, kunnen dat doorgeven op prullenbakvaccin.nl. De website is een initiatief van onder meer huisartsen in opleiding Leenstra uit Ermelo om zo verspilling van vaccins tegen te gaan. Het ministerie van Volksgezondheid is niet enthousiast. Ja, het is dus eigenlijk tweeledig. Hè? Dus je kan de website bezoeken als collega, als huisarts die de vaccins over heeft. Nou, dan klik je op meld een locatie aan. Maar als jij iemand bent die een vaccin wil hebben, dan klik je op vind een locatie. Nou, dan zie je de kaart van Nederland staan, dan klik je op zoeken. En er zijn op dit moment geen vaccins beschikbaar. Nou, dat is ook logisch, want het luistert heel nauw. Die spillage die over is gebleven, dat hoor je dus echt alleen maar op het moment zelf. En als het opgeprikt is, het zijn maar een paar, dan verdwijnt hij ook weer van de kaart. Dus mensen zullen wel heel goed de website in de gaten moeten houden. Volgens het ministerie van Volksgezondheid blijven er maar weinig vaccins over en is er nog steeds schaarste. Het plan van de huisartsen is volgens het ministerie onverstandig. Dit idee lijkt sympathiek, maar het is geen verstandig idee. De vaccins zijn van het RIVM. Zij bepalen de verdeling. Dat is niet aan anderen. Artsen die vaccins over hebben, kunnen dat via vaccinatiemakelaars van het RIVM laten herverdelen. Zij volgen de landelijke strategie, de meest kwetsbare en ouderen eerst. Dit initiatief doet dat niet. Volgens Leenstra berust de reactie van het ministerie op een misverstand. Waar het bij ons om gaat is om echt die spillage, die flacon die al opengemaakt is, ja, die kan niet meer terug. Die kan ook niet meer mee met de vaccinatiemakelaar. Dat verdwijnt in de prullenbak. Nou, en die paar vaccins, ik weet het zijn er maar een paar, maar toch, die paar vaccins proberen wij dan in armen te spuiten in plaats van in de prullenbak weg te gooien. De politie heeft vanmorgen een grote inval gedaan op een scheepswerf in Angeren. En daarbij werd op het terrein een drugslab in een zeecontainer ontdekt. Met dit panzervoertuig begon de actie van de politie vanmorgen. De speciale panzerwagen ramde het hek van de scheepswerf, waardoor de politie op het terrein kwam. Ja, daar hebben we onder andere het arrestatieteam voor ingezet, onze dienst speciale interventies met ook speciale voertuigen, zodat we in 1 keer het terrein op konden gaan, ook omdat we niet zeker wisten wat we aan zouden treffen. De politie trof deze zeecontainer met daarin een compleet drugslab aan. Op de container was een afvoerpijp gemaakt. Er was niemand aanwezig op het moment van de inval en er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht.
Terwijl het panzervoertuig van de dienst speciale interventies weer vertrok, werden alle jerrycans en andere vaten geïnventariseerd. De werf ligt op een afgelegen plek, net als de steenfabriek bij Meinerswijk in Arnhem, waar onlangs ook al een drugslab werd ontdekt. De politie is in de strijd tegen dit soort criminaliteit afhankelijk van tips. Ook hier in Angeren gaat het om een drugslab wat op een best afgelegen plek ligt. En dan zijn we als politie dus ook keihard afhankelijk van mensen die toevallig iets zien, iets horen of iets ruiken als ze daar in de buurt zijn. En daarom vragen we mensen ook om iedere informatie bij ons te melden. Want uiteindelijk kan het ook tot dit soort resultaten leiden. Achter de zeecontainer is een duidelijke dorre plek in het gras zichtbaar. De politie onderzoekt ook nog of hier chemicaliën zijn geloosd. Wild kamperen, loslopende honden en dumpen van afval. Boswachters die hebben hun handen er vol aan. Allerlei overtredingen. Maar het aantal buitengewone opsporingsambtenaren in natuurgebieden is beperkt. En met een pilot probeert de provincie Gelderland de samenwerking tussen de verschillende handhavers in het buitengebied te verbeteren. En dat werkt. De samenwerking moet helpen om bijvoorbeeld motocrossers in de kraag te vatten, die de natuur als crossbaan gebruiken. En dan is extra hulp van onder meer de politie heel welkom. 02 is in de buurt. Crosser Wouters weg. De politie heeft ook meer bevoegdheden dan groene boa's. Denk bijvoorbeeld aan een motocross die nu rondkost, zelfs zonder kentekenplaat of hij is niet verzekerd. Dan zou je hem bijvoorbeeld in beslag kunnen nemen. Ja, en dat is een bevoegdheid die specifiek voor de politie is en niet voor boa. En na afloop helpt de politie bij de opsporing van de crossers die eventueel ontkomen. Boa's en mijn oma die rijden mij tegenover de Lentense boeren. De betrokkenen zijn tevreden over de pilot. Er wordt vaker informatie gedeeld en indien nodig komen de verschillende handhavers dus samen in actie. Ja, die crosser die hakt bijna op de motorkap, die is nou richting de Emmenweg. Daarbij draait het niet alleen om het uitschrijven van dus. Er zijn heel veel mensen, wandelaars, fietsers, ruiters, noem maar op. Iedereen is aan het genieten van de natuur. En je wilt ook graag zien dat je er bent om dat mogelijk te maken en te beschermen. Het aantal boa's in natuurgebieden is heel beperkt, vooral omdat het heel veel geld kost. Ja, het betreft een oranje crossmotor, wat trekken we altijd bij. En dan mogen de groene boa's ook handhaven op het grondgebied van hun eigen werkgever. Projectcoördinator Jan Otterhoop in de toekomst verandert. Ja, als boa van staatsbosbeheer ga je niet even voor je lol toezicht houden bij het Gelders landschap. Maar als je er langs rijdt en je ziet wat gebeuren, dan moet dat gewoon kunnen. Dan moet het ook kunnen zonder convenant, zonder werkafspraak. Dat zijn van die basisdingen waarvan ik denk van ja jongens, dat moet anders geregeld worden. De pilot wordt in ieder geval met een jaar verlengd. En de motocrosser die wij zagen wist uiteindelijk te ontkomen. Fotograferen met kaas, maar dan anders. Niet als lekkernij, maar als techniek in de doka. Een van mijn eerste caseïne drukken, dat is een selfie. Beelden van de beschieting van een woning in Hedel op 2 mei... zijn vanavond te zien in het programma Opsporing Verzocht. De politie laat de beelden zien in de hoop dat iemand de schutter herkent. De beschieting op het huis was de eerste van een reeks van 3... Alle 3 de keren was het raak in de Bommelerwaard. Want na Hedel werden er deze maand huizen in Kerkdriel en Velddriel onder vuur genomen. De incidenten houden mogelijk verband met de geruchtmakende afpersing van fruithandel De Groot. Een reddingsactie in Bemmel gisteravond, waar al dagenlang een zwaar gehavende zwaan rondzwom. De dierenambulance had meerdere meldingen gekregen over de zwaargewonde zwaan, maar slaagde er niet in het dier te vangen. En daarom werd de brandweer ingeschakeld. Die lukte het in eerste instantie ook niet. Maar na een snoepdag slaagde een van de brandweermannen er uiteindelijk wel in. Het is morgen voor de Graafschap op de laatste speeldag alles of niets. Althans, wat betreft directe promotie. Als er niet gewonnen wordt, kan de concurrentie de ploeg nog inhalen op de ranglijst. En dan moet promotie via de nacompetitie afgedwongen worden. Maar daar gaan ze in Doetinchem niet van uit. We moeten het gewoon beslissen morgen. Dus nee, we gaan er niet van uit dat we naar de play-offs gaan. Dat zou een hele grote teleurstelling zijn. We spelen thuis. Normaal gesproken, Helmond, moet je gewoon winnen als de Graafschap zijnde. En helemaal als je wil promoveren naar de Eredivisie, dan moet je dit soort wedstrijden gewoon winnen. Promotie levert mogelijk een spontaan supportersfeest op. Afgelopen vrijdag kwamen al tientallen supporters naar de Vijverberg. Zij hielden daar een sfeeractie, maar er werd ook media bedreigd. Toch wordt er morgen geen extra politie ingezet door de gemeente Doetinchem. We kunnen altijd opschalen als dat nodig zou blijken te zijn in de loop van de dag. Maar op basis van de informatie die we nu hebben,
verwachten we niet dat het voor ons niet hanteerbaar zou zijn. Maar goed, alles valt of staat natuurlijk ook met gedrag van supporters. En het belangrijkste is gewoon thuis blijven. En dat heeft natuurlijk alles te maken met corona. Ook trainer Mike Snoei benadrukt nogmaals de ernst van het virus. We moeten het echt gewoon proberen buiten de deur te houden. Want als een speler nu 5-6 weken ziek is en thuis op bed liggen, dan heb je er zelfs niks aan in de voorbereiding. Dus we moeten echt enorm voorzichtig zijn. En dit is ons seizoen, waardeloos voor iedereen. Maar we moeten echt wel een beetje die discipline bewaren, want anders grote problemen. Orkesten en zangkoren, ook zij zijn wel klaar met het online muziek maken vanwege de coronamaatregelen. Ze hopen op versoepelingen, want samen zingen en het contact met elkaar, dat betekent veel voor de koorleden. Ruim 1 miljoen mensen is lid van een koor. En al ruim 1 jaar wordt er in Didam vooral via Zoom-sessies samen gezongen. Almost heaven, West Virginia. Lekker weer zingen, mannen. Nou, dat hebben we echt gemist al die tijd. Hoe lang is er al niet in koorverband gezongen? Eigenlijk vlak na de uitbraak van corona zijn de koren vrij snel gestopt. In het begin van de crisis rondom COVID-19 stierven na repetitie bij een ander koor in Heerde 6 koorleden die corona hadden. Via zingen worden meer druppels verspreid. Daarmee wordt het risico op de verspreiding van corona vergroot. Ook in Didam zijn ze zich daar bewust van. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een liptriloefening met ze deed, waar we heel veel consumptie mee vrijkomt. Ik realiseerde me meteen van nee, dat kan ook niet meer. Want corona. Sommige koren gingen online verder. Ook het Didamse mannenkoor. We zongen zo ongeveer 1 voor 1 door de internetsnelheden. Die heel verschillend zijn per kandidaat. Dus het wordt nooit een mooie kooruitvoering. Maar wel veel plezier. Wat veel onderschat is in de corona-aanpak is geestelijk welzijn. Die vele koorleden, daarvoor is niet alleen het zingen belangrijk, maar ook het samenkomen, het contact hebben. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we zo snel mogelijk weer bij elkaar kunnen komen. Ondanks de risico's die zingen met zich meebrengt, denkt het mannenkoor in Didam dat het veilig weer kan. Ja, dat risico is er. Hier binnen in de markthal valt het meer, want we hebben een heel goed afzuiginstallatie. Ja, voorlopig zingen we nog thuis. Hopen dadelijk weer op de terrassen. Ja, dan iets anders. Kaas. Dat eet je vooral op je brood of bij de bol. Maar wist je dat je kaas ook kunt gebruiken bij het afdrukken van foto's? Deze oude druktechniek die wordt vrijwel nergens meer gebruikt. Want het is heel kostbaar en tijdrovend. Maar de Doesburgse fotograaf Ruud Smit die houdt binnenkort zelfs een expositie met zijn bijzondere caseïnewerken. Een try-out, een van mijn eerste caseïne drukken. Het is een selfie. We nemen 0,5 liter 0% vet melk. Die gaan we verwarmen. Het is caseïne druktechniek. Dus de fotografie gaat met film. En je drukt uiteindelijk af op aquarelpapier door middel van een bindmiddel. En dat bindmiddel is kaas. Dit is de basis voor mijn fotografische afdruk. En als je wil kan je dit proeven. En het is een beetje zuurig, maar het is gewoon. Kijk, het is een rare. Ik maak eetbare fotografie. Ja, ja, behalve dan, je moet wel van ammonia houden. Dat is het enige gifje wat erin zit. Maar verder kun je mijn foto's eten. Stel dat ik ze op een hostie zou afdrukken. Dit is een mengsel, dat zit hierin, van caseïne, lichtgevoelig materiaal en kleur. Dat smeer ik op het papier en als het droog is, dan leg ik daar een negatief op. En dan gaan we dat hiernaast, onder een UV-lamp, gaan we dat belichten. Er kan zoveel fout gaan en dat maakt het ook heel spannend. Kijk, iedereen maakt foto's. Dus de vraag is, waarom zou je het nog doen? Want iedereen doet het al. Wat ik met mijn fotografie wil, is juist een meditatief, langzaam element inbouwen. Ik stel via fotografie graag vragen en ik vind het mooi als het proces waarmee de foto tot stand komt, ook een meditatief proces is. Ik ben over dit resultaat helemaal niet ontevreden. Kijk, daar komt ie. Zie? Zo. Eerste drukgang. Dit is echt magie.
Ja, mooi. Ik kende het niet. Dan nog het weer. Het was wat somber vandaag, maar het wordt beter. Na wat lokale buien vanavond klaart het op en blijft het vannacht grotendeels droog. De temperatuur die daalt naar een graad of 9. Morgen blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon vooral in de ochtend geregeld. Het wordt in de middag ongeveer 17 graden bij een matige westelijke wind. De vooruitzichten die zijn wisselvallig. Vanaf Hemelvaartsdag is de kans op buien groot, met slechts af en toe een zonnetje. De temperatuur die gaat iets omlaag. Vooral op zaterdag dan wordt het kouder met maximaal 15 graden. Dit was het Gelders Nieuws. Op onze site en app leest u een verhaal over de alternatieve Vierdaagse. Net als vorig jaar kunnen mensen van over de hele wereld op die manier op hun eigen manier meewandelen. En zo toch een beetje het Vierdaagse gevoel krijgen. Meer hierover op gld.nl. Mooie avond verder.